Yo beste kijkers van de Koolieke Channel, vandaag weer een gloednieuwe video. Ik ga vandaag lekker een potje Call of Duty spelen. En dat doen we vandaag lekker op Ground War. En waarom op Ground War? Ik vind Ground War altijd wel een chille game mode. Al crasht hij wel regelmatig bij mij, Ground War. En die doet hij vandaag trouwens ook weer, zoals jullie kunnen zien. En dan uiteindelijk heeft hij hem geladen en dan is er niks meer aan de hand, zoals jullie ook kunnen zien. En waarom ik even Ground War ga spelen, krijg je vaak wat meer crypto keys bij. En aangezien dit dubbel crypto key weekend is, is dat natuurlijk mooi meegenomen. Wij spelen dus een potje Ground War met de game mode Safeguard op de map Breach. Niet mijn favoriete map, dat zeker te weten niet. Maar dat maakt mij verder helemaal niks uit. Wij gaan namelijk gewoon voor een lekker potje neer te zetten. Ik ben ook heel benieuwd of dat gaat lukken. Ik heb er al vertrouwen in dat het potje gewoon goed gaat komen, goed gaat aflopen. En wat even dan ook. Even kijken, we moeten nog heel eventjes een klein beetje inladen. En dan zijn we zover. En dan kunnen we gaan beginnen. Ik ga lekker knallen met mijn Razorback. Daar heb ik nou een paar geleden vette camo voor gekregen. En let's do this. Oké, here we go. Auw, ik ben nu al gestunt. Boep, boep. Ah, ik ben gestunt. Auw. Ja, dat had je gewild. In your dreams. Nooit. Verdorie. Die had ik moeten hebben. Die had ik gewoon moeten hebben. Dat was echt heel slecht. En natuurlijk, er zijn wel wat meer spelers op dit moment aanwezig. Maar dat maakt eigenlijk, moet eigenlijk helemaal... Oh, zeker om een teammate te knallen. Handig. Dan moet eigenlijk helemaal niks uitmaken dat er meer spelers aanwezig zijn. Want dan moet je eigenlijk alleen maar makkelijker de kills kunnen maken. Zo zeg ik het altijd. Oké, lekker. Ik heb een spotje gevonden. Ah, verdorie, en dan ging ik dood. Maar de score op dit moment gaat al lekker. We staan op dit moment 5-2, terwijl we eigenlijk pas net in het potje zitten. En we hebben de robot trouwens al bijna afgeleefd. Dus we zijn zeker te weten goed bezig. En lekker bezig ook. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Nu ben ik heel even aan het twijfelen wat wij gaan doen. Wij kunnen natuurlijk kiezen om... Oh. Dat hier zo. Vast te houden. En alles wat via deze kant komt te killen. Maar van de andere kant heb ik zoiets van... Laat het maar niet doen. Ah, shit. Ah, die zou ik niet aankomen. Ja, verdorie. Ik dacht echt van... Ik had er alle volle vertrouwen in dat ik het weer in bezit had, maar... Blijkbaar zat het iets anders in elkaar dan dat ik had gehoopt. Maar dat maakt niks uit. Verdorie. Hij is weer zo killers. Oké, even terug naar het begin. Het begin ging echt supergoed. Oeh, hij gaat vluchten, hè? Hij gaat vluchten, ik zag het wel. Nee! Misschien in zijn dromen geloofd, maar... Holy moly. Holy shit. Ja, dan had ik te veel meer kills moeten maken. Dan stonden er 4-5 man. En ik mis gewoon meer dan de helft. Dat is sowieso zonde dan ook. Als je dan echt zoveel kills kunt maken en dan... Oepsie. Sorry. Dat moest je even. Hop. Hop, zakken. Nee. Ah, nee. Ah ja, tuurlijk. Daar kun je niks aan doen. Als die gasten komen, oh, dan ben je zo vaak te klos. Daar heb ik ook al zo'n hekel aan. Daar heb ik altijd zo'n leuke chille streak. Of zit ik bijna op een leuke score streak. En dan kaboom, boom. En dan ben je zo de pineut. Hop, killetje erbij. Ik ben heel erg bezig dit potje trouwens. En trouwens, Ground War ook een van de leukere game modes die er is, normaal gesproken. Alleen, het is al wat ik zeg, het enige nadeel is dat ik daar heel vaak, dat hij het niet helemaal zo doet zoals dat ik het wil. We hebben nu een richter gekregen. Niet dat ik met een richter ga spelen, denk ik, maar... You never know it. En wat ik eigenlijk heel vaak gebruik bij Ground War is een beetje de spray techniek. En dat betekent dus eigenlijk dat ik gewoon heel veel ga random sprayen. Zou die hier nu naar binnen komen of niet? Hop, zakkeré. Die kill hebben we. Nice. En we hebben echt heel veel kills volgens mij, hoor. Tenminste, ik heb zo'n idee dat we heel wat kills hebben gemaakt. We hebben natuurlijk ook heel wat deaths op onze naam. De Razorback die is trouwens echt chill. Tenminste, kom ik eigenlijk de laatste tijd in één keer achter dat ik best wel goed met de Razorback kan omgaan. Holy moly. Ik ben al weg, ik ben al weg, ik ben al weg, weg, weg. Oh, shit. We hebben 14 kills, 8 deaths. Niet slecht, maar we moeten alleen die robot nog even zien af te leveren. Dus dat was ik eigenlijk helemaal vergeten. Want ik was echt zo op kills bezig, omdat ik zo lekker ging met de kills. Maar laten we nu eens even gewoon zeggen dat we even die robot gaan afleveren. Lijkt me een beter idee. Upsakken, nee, ah shit, hey. Die had ik ook moeten hebben. Ik moet af en toe wat hoger leren richten. Ik richt heel vaak super laag en dat is natuurlijk niet goed.
En het is al wat ik zeg, ondanks dat ik een redelijke score heb. Ik weet niet wat die Shaki aan het doen was, maar die was er. Ah, verdorie, achter me. 15-10, dus dat vind ik zeker lekker. Maar jongens, die robot. Het allerbelangrijkste van de match, die vergeten we zo'n beetje. Denk ik, zo'n idee heb ik. Oh, dat was echt scheef van mij. Die had ik eigenlijk ook veel beter kunnen raken, maar ik weet niet wat ik aan het doen was. Laten we het prutsen noemen. Dat was ik gewoon aan het doen. Nu aan het booten. Nee. Ja, die kill die hebben we nog. Ah, verdorie. Achter me, die zag ik ook niet. Ja, die kun je natuurlijk zien als we via de achterkant komen. Logic gold. Maar nu moeten we ervoor gaan. Het is nu of nooit. Kom op, jongens. Redden voor die robot. Die robot. Het enige wat je nu moet denken is robot. Robot, robot. Binnen. Nice. Zo. Ik wou zeggen, die robot die moet naar binnen. Hoe dan ook. Ah, kijk mij dan. Gewoon midden in die strijd, hè. Hup, poef, die robot. Dit is wel een mooie final kill cam. Zie ook hoe graag ik die robot naar binnen wou loodsen. En nu is het eigenlijk hun dwarszetten en hun tegenhouden. En dat gaat ons gewoon goed lukken. Dat durf ik om te wedden. Hun gaan hem niet afleveren. Dat is mijn doel. Dat is mijn objective. En ik heb misschien wel maar 5 seconden bij de robot gelopen. Slecht voor mij. Normaal gesproken sta ik er veel langer bij. Maar ik had denk ik zoiets. Take it easy. Maar dat maakt helemaal niks uit. Wij gaan nu natuurlijk voor die vlag tegen te houden. Vlag tegen te houden. Wordt die robot tegen te houden. Heb. Eerste kill is binnen. Ik weet trouwens niet wat die aan het prutsen was, die gast. Maar heel wat. Oké. Let's do this. Holy damn. Ja, die kill hebben we. Nice. Ah, dan loop je dan toch niet meer zo graag door. Als je weet. Loop ik zo van de map af. Tuurlijk, dat is echt weer zo'n fantastische actie. Dat doe ik trouwens regelmatig dat ik van de map afloop. Dan ben ik op iets aan het schieten en dan in één keer poef. Oh, doei. Het zijn van die irritante momentjes die iedereen wel eens heeft. Holy moly. Oh, no scope. Die zag me niet. En die had ik ook moeten hebben, verdorie. Hebben ze de Razorback trouwens beter gemaakt of zo? Zo'n idee heb ik een beetje. Want ik weet niet wat ik denk met de Razorback heb. Ik speel de laatste tijd al sowieso wel vaker mee. Maar nu al helemaal. Ik speel eigenlijk alleen maar nog maar met de Razorback. Of ik heb eindelijk een goede setting gevonden om alleen een quicktrow en een stokje erop te zetten. Dat kan natuurlijk ook ten alle tijden. Nice. Ja, nu hebben we keuzes. Wat gaan we nu doen? Oh, gaan we nu op de defense werken? Of gaan we nu volop hier kills proberen te krijgen? Oh, limoli. Oké, nice. The hostile robot has been disabled. Nou, die robot die zullen nu vast zeker niet zo snel naar ons toe komen. Ik wil trouwens al even iets meer kills krijgen. Holy moly. We moeten even heel goed opletten, want ze kunnen echt van alle kanten nu komen. Kijk, dit bedoel ik. Oh nee, dit is er een van ons. Niks aan de hand. Ik ga even via boven kijken, denk ik. Ik ga even via een achterkant komen. Dat is wat ik wil gaan doen. Oké. Waarom is hier niemand te vinden? Hebben we nog wel enemies? Ik zie helemaal niemand. Yo, best dit. Bloodthirsty. Was ook een easy kill. Ik vraag me zo af waar ze allemaal zitten, joh. Holy moly. Holy shit! Ah, verdorie. Dat ging niet helemaal goed. Ja, dan zit je te jumpen en... Ja, ik ben niet zo goed in jumpen en schieten tegelijkertijd. Dat kost een beetje mijn nek. Holy moly. Oeh, wegwezen, wat kan ik zeggen. Maken dat we wegkomen. Oh. Ja, dat had ik eigenlijk gewild. In your dreams. Waarom ga je trouwens op die robot afrennen, terwijl die disabled is? Logic? I don't know.
Maar volgens mij is het geen logic. Laat... Tori. Je moet nu wel een beetje gaan opletten. Ik ging de hele tijd lekker. Nou, hij is al bijna kapot, die robot. Nice. Ik krijg ook nog die punt, hè. Lol. Ouch. Wat? Ze hebben wel lef, die gasten. Ik wou zeggen, die leven ze mij nog. Hier binnen zit er ook heel veel, volgens mij. Op. Nee. Ah, verdorie. Ze hebben hem toch kunnen afleveren. Nou, nu is onze beurt. Nu gaan wij ervoor zorgen dat hun niet meer... dat wij sowieso sneller dan hun dat ding afleveren. Dat is het. Ik zei het een beetje helemaal verkeerd, maar dat maakt helemaal niks uit. Wij gaan ervoor. En wij gaan ervoor zorgen dat dit goed gaat komen. Ik ben heel benieuwd. Let's do this. 3, 2, 1 en let's go, jongens. Here we go. Woep, woep. Oké, ik ben heel benieuwd. Oké. Dit is niet zo chill. Robot lopen, 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 lopen. Lopen, 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 alleen maar lopen. Wat? Die robot staat er vast of zo? Wat? Dat is niet de bedoeling. Nee! Waarom begon ik in het begin heel lekker en begin ik uiteindelijk, heerlijk Nederlands gold. Maar uiteindelijk in één keer heel slecht te spelen of zo. Dit is niet chill. Go, go, go for it. Ah, nee. Jongens, ik krijg geen kills meer. We staan nu in één keer 27-23. We stonden 27-19. Dus dat betekent gewoon dat we geen één kill hebben gemaakt deze ronde. Ja, nu net de eerste. What? Ah, hun spelen trouwens ook al met goede wapens. Ik heb zo'n idee dat alle wapens weer een klein beetje zijn gepatcht of zo. Dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. God op het, jongens. Please. Help me dan. We moeten dit als team doen. Not only. Maar only with a team. Here we go. Head three. What? Are you freaky peaky kidding me? Dat was oneerlijk. Waarom zijn we met 3 man aan? What the heck is going on, mate? Lopen, 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 lopen. Nou, een beetje gas erop, robot. Dank je, very schöne. Gassen! Woep, woep. Hoppa! Nice, die hebben we. 30-26. Oh, heel grappig. We staan beide 30-26, de eerste twee. Heel toevallig. En beide één disabled, trouwens. Alleen hij heeft 1 minuut 13 staan. Dat is de enige wat niet klopt. De rest klopt 100%. It's my buddy. Oké, let's do this. Nu moeten wij hun tegen gaan houden. Dat gaan we ook zeker doen. We houden gewoon lekker de Razorback erin. En ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Upsakade. Oh, wat? We hebben zelf een care package voor elkaar weten te schieten. Holy moly. Dat had ik niet verwacht dat we een care package hadden. Heb ik dan zoveel kills een keer gemaakt of zo? I don't know. Nou, UV'tje aan. Weet je precies waar ze zitten. En wat zal er in die care package zitten? Er zal wel zeker troep in zitten zoals gewoonlijk, maar... Let's see. Oh, Whirling Thunder, dat vind ik sexy. En die gooien we eventjes... Nee, we moeten even wachten totdat die robot buiten is. Want dat die robot buiten is, dan kan ik hem beter inzetten. Want dan, dan zitten er ook veel meer mensen waarschijnlijk buiten. Oh, thanks teammate. Waar is die robot op dit moment? Ik weet niet of die robot al buiten is. Is hij al buiten? Ja joh, we kunnen hem net zo goed inzetten. Hoppa! Killetjes erbij. Nice! En dan hebben we daar ook de counter UV meteen. Waarschijnlijk vinden ze me nu een schat. Holy moly! Oh, het was te proberen voor mij. Er kwamen denk ik 5-6 man aan of zo. Holy shit! We denken ook zoiets van, ah, weet je, we gaan niet meer alleen, we gaan samen. Samen zijn is samen spelen, samen verdedigen, samen. Zijn we nooit klein, zoiets.
Ah, verdorie. Dat was een rugdekkertje. Dat vond ik niet zo aardig. 32-29. Nee. Nu moet die andere team. Het moet ook nog twee keer doosgaan. Dan klopt het weer. Anders klopte die teammate. Oh, hij heeft trouwens ook twee disabled. Ah, klopt niet meer. Hij is niet... Hij wil niet dezelfde scores bij hebben. Oh, hij is al disabled. What? Oké, die hebben we. It's voorbij. Voor jou. En niet voor mij. Oh, nou nu wel. Maar dat maakt niks uit. We hebben een lekker potje kunnen spelen. We hebben gewonnen. Ik een lekker score van 34 op 31. 24 seconden heb ik escort en 1 disabled. Ik was super tevreden over deze score. Wij krijgen natuurlijk best wel crypto keys, want het is dubbel crypto key weekend. Vond je deze video nu leuk? Druk dan even op dat blauwe duimpje omhoog. Dat zou enorm awesome zijn. Voor nu zou ik zeggen allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot de volgende keer.